in de Soeboer. Ik geef Fries in de bovenbouw van Pieter Jelles. En ik neem jou mee op wat het vak precies betekent daar. En ik doe dat in het Fries met een Nederlandse PowerPoint, zodat je ook alvast een beetje kunt wennen. Nou, Friesk is examenvak. Dit is Fries als examenvak kiezen in de bovenbouw als het op een HAVO is tot VWO. Als Fries kiest, dan kiest voor een moderne vreemde taal in dit pakket. Of het op de HAVO is door die 2 jaar examen als het op VWO zit in 3 jaar examen. Wat leer je bij Fries? Nou, dan leer je praten, verstaan, lezen en scrollen. En dat doet alle jaren op die eigen niveau. Dus als bijvoorbeeld nog net zo goed praten kiest, kies dan maar op die eigen niveau. Kies bijvoorbeeld zo heel goed lezen en kies boeken die bij die eigen niveau passen. Verder kies bezig met het ontdekken van dingen als cultuur, geschiedenis, film, sport en meertaligers in Friesland. Ik maak je weer uitstapjes naar andere meertalige gebieden. Door haast een heel soort roem te eiken om die eigen keuzes te maken. En was leerst het toetsen we vooral door het maken van een portfolio, een dossier of een presentatie. Is Fries alleen maar voor Friestaligen? Nee. We bist welkom met welke taal achtergrond als ik maar haast. Begint op die eigen niveau te leren, maar wat wel echt nodig haast, is motivatie en inzet om een taal te leren. Hoe in de lessen? Nou, alle waarzittenmiddies krijgt les met orenleerlingen van oren Pieter Jelles kwam op de Talentacademie. Dan krijg je van verschillende docenten les. En dan ben ik lessen, dat is met alle leerlingen een filmpjes of een workshop volgens. Dus dat kinderen heel verschillend uitzien. Nou, dit weer het in kwart. Als meer weten was, dan kies me bericht op asoboer.pieterjelles.nl en heel misschien wel ontzien.